Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, ik zeg jullie dit wel iedere keer, maar ook vandaag ga ik je zeggen dat je zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom zou je niet gewoon, omdat je zoveel van pastry houdt, je eigen pastrybedrijf opzetten en het noemen for the love of pastry? Nou, dat kan en dat is ook gebeurd, want vandaag is Soraya Yard in Wittenberg, want ik moest alles zeggen. Dus bij ons in de studio en ze gaat ons daar alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi, mevrouw Yard Wittenberg. Goedemiddag. Hoe gaat het met je, Soraya? Goed, met jou? Het gaat. For the love of pastry. Laten we daarover beginnen. Want er zijn een aantal dingen die, waarvoor je liefde hebt. Yeah. Maar dit is gewoon je business die je hebt opgezet. So, how did that happen? Dus For the Love of Pastry was eigenlijk mijn hobbypage. Ik heb gewerkt als pastrychef bij Marriott. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik heb gewerkt bij pastrychef als Marriott. Mm-hmm. Bij Marriott. En ik maakte altijd foto's van mijn werk. En ik plaatste het dus op mijn page. Mm-hmm. En ik heb na bijna vijf jaar besloten dat ik wou stoppen met werken. En toen heeft iedereen me gevraagd, waar ga ik nu mijn dessert halen? Want bij Marriott kwamen er speciaal mensen. Zeggen van, oké, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit. En ik maakte het dus voor ze. En nu komen ze persoonlijk naar mij. En ik heb dus besloten van, oké, ik ga het doen. Ik ga die stap nemen. En ik heb het gedaan. En het is nu heel langzaam een succes aan het worden. Oh girl, that sounds like a good origin story. Waar is jouw liefde voor pastry zelf ontstaan? Ik kan eigenlijk niet bakken. Ik kan niks bakken, niks met dessert kan ik maken. Ik kook eigenlijk. Mm-hmm. Ik denk 10, bijna 11 jaren gewerkt als private chef. En toen ik ben gestopt daar, stuurde iemand een sollicitatie voor me bij Marriott. En ze zei, hey, kijk, Marriott zoekt naar een pastry assistant. En ik zei, ik weet niks van bakken. Ik weet helemaal niks. Toen zeiden ze van, ja, maar probeer het toch even. Je weet niet wat kan gebeuren. Mm. Ik heb gesolliciteerd. Ik heb een tasting gedaan. Ze vonden het goed. Ze hebben me, denk ik, na een maand teruggebeld. En ze zei van, oké, je mag beginnen. En ik heb langzaam mezelf aangeleerd. Dus ze hebben me dus de ruimte gegeven om te doen wat ik kon doen. En ik heb mezelf bewezen. En nu ben ik dus hier. You did that. Dat is eigenlijk, ik wil niet eens vragen hoe oud je bent, maar je hebt al heel wat mooi op je kerfstok staan. Mm. En je hebt toen gezien dat je wel degelijk wel kan bakken. En dat er veel meer is dat je gewoon kan, wat je gewoon nog niet wist, alleen moest proberen. En toen zei je van, oké, my love for pastry started. En dat heb je gedaan voor een aantal jaren. En toen zei je, genoeg ervan, nu mijn eigen business. Ja. En het wordt een succes. We gaan gewoon even recappen. En nu zit je hier. De business is gestart. Als ik je nu zo vraag van, what is your favorite pastry dish to make? Or what is your specialty? Heel veel mensen vragen me dat. En ik zeg altijd, ik heb geen specialty. Want voor mij, ik moet een recept zien. Ik moet het studeren en dan kan ik het maken. En wanneer ik bak, is alles mijn favorite. Mm. Wat ik wel zie, is omdat ik ben zelftaught. Ik heb alles dat ik heb geleerd, heb ik mezelf aangeleerd door YouTube-video's, blogs, dus echt lezen, receptboeken lezen, gewoon voor alles. Ik heb mezelf dus aangeleerd. Dus ik zie wel dat ik steeds beter word. Mm-hmm. Nu bijvoorbeeld, ik heb recepten die ik maak. Mm-hmm. En elke keer dat ik het dan maak, zie ik dat het steeds beter wordt. Mm-hmm. Dus soms maak ik een cake thuis, ik ijs het, ik frost het, ik maak het helemaal af. Mm-hmm. En ik ren naar de voorstel en ik wijs mijn man, kijk, het is beter dan de vorige keer. Zo voor mij, ik gebruik mijn vorige experiences om beter te worden. Oh. Dus ik wil niet zeggen dat ik hoor van om alles te maken, want ik hoor van om te zien hoe ik steeds beter word in that one thing. That's a very good trait to have. Ik ben onlangs gestart met de serie The Bear. Ik weet niet of je het kent. Maar daar gaat het ook over koken en recepten maken. En een vraag die ik wil stellen is dat ik zie in die serie dat ze gewoon zitten en eten. Ze schrijven, dit is wat ik wil maken, et cetera. En ik proef het. En een recept voor mij leek zo logisch dat ik zag dat het eigenlijk veel proeven, proberen, testen. Dit werkt niet, dit werkt wel.
Heb je ook gewoon je eigen signature stuff of recepten die je altijd leef hebt gebracht? Ik probeer elk recept dat ik maak, na de eerste paar keren dat ik het heb geprobeerd, probeer ik het uit mijn eigen te maken. Dus iets kleins dat ik zo, dat ik doe, dat het misschien, dat het niet lijkt op wat het was. Dus bijvoorbeeld, en dit is wat ik vaak doe. Ik werk niet met cake mix, by the way. Maar als ik wel met cake mix werk, dan pas ik het recept helemaal aan. Ik gebruik meer eieren. Ik gebruik in plaats van boter, gebruik ik... In plaats van olie gebruik ik boter. In plaats van water gebruik ik melk en azijn. Azijn? Ja. Azijn. Dus er is altijd iets extra dat ik zeg, oké. Je gaat altijd een verschil kunnen kennen tussen wat ik heb gemaakt en tussen wat iemand anders heeft gemaakt. En dan zeg ik niet dat het beter is. Ze zijn beide even goed, maar je proeft duidelijk een verschil tussen wat ik heb gemaakt en wat iemand anders heeft gemaakt. Alright. Je hebt dus je business nu gestart. En als je... Wat maak je precies? Alles wat in de pastrywereld gemaakt wordt? Of is er gewoon een vast termijn waarin je vooralsnog beweegt? Ik focus me nu meer op taarten, cakes en bepaalde gebakjes. Maar nogmaals, ik kan bijna alles maken dat ik leer. Dus als iemand me zegt van, hey, ik wil dit hebben. Dan zeg ik van, oké, geef me even. En dan, dat doe ik. Als iemand nu zou kijken, want je hebt ons al verteld dat er ook gewoon azijn en cake mix gaat, dus iedereen is gewoon nu al intrigued van, oh, what is this girl doing? Waar zouden we je werk kunnen vinden? Waar kunnen we meer over For the Love of Pastry vinden? Ik ben op Facebook als For the Love of Pastry, Instagram en ook WhatsApp. Nu, ik ben op TikTok, maar het is mijn personal page waar ik soms video's post van wat ik maak, is een beetje om meer comfortabel te zijn met wat ik doe. Mm-hmm. Een beetje confidence aan mezelf geven. Mm-hmm. Hoe is het voor jou? Want we hebben net een voorgesprekje gehad. Dat je eigenlijk, dat ik ervan uit moet gaan, dat je eigenlijk best wel een introvert typetje bent. En als je quality cakes, quality pastry aflevert, dat trekt meer aandacht naar jou toe. En het maakt ook, of dat moet ervoor zorgen, of het gaat ervoor zorgen dat jij veel meer gaat moeten praten, veel meer in contact komt met mensen. Hoe maak jij die balans? Hoe is dit voor jou? Is het de struggle? Is het de journey? What is it? Mijn support system is amazing. Mijn zus, zij, eerlijk gezegd, verhaal leer ik het. Want ik zie hoe ze met mensen omgaat. Zeg, oké, I can pretend that I can do this. En dan doe ik het. Fake it till you make it. Maar mijn support system is geweldig. Ik heb vrienden en hun vrienden hebben vrienden. En ze zeggen gewoon van allemaal, zij is de beste. En wanneer mensen gewoon constant tegen je zeggen, je kan het, je kan het, je kan het. Dan begin je te geloven van, hey, ik kan het wel echt. Mm-hmm. Maar voor mij is het, it's really the support dat ik krijg. Vooral van mijn man. Hij, vanmorgen hoor ik niet komen. Eerlijk gezegd, ik werd wakker. Ik werd wakker en ik zei tegen een boy, babe, ik weet niet als ik dit ga kunnen doen. Ik was zo nerveus en hij heeft naar me gekeken en hij zei tegen me, waarom denk je dat je het niet kan? En ik heb hem dus uitgelegd van, ik voel me niet confident enough. En hij heeft echt met me gesproken. En als je het nu niet doet, ga je struggelen. Je moet het doen om te weten als je het kan doen of niet. Dus mijn support system is echt to die for. Ik heb niks te klagen. En als ik tegen mezelf zeg, ik kan het niet, ben ik zeker dat één van mijn mensen me gaat pushen om het wel te doen. Oké. Well, ik zou je nu zeggen, you're doing an amazing job. You're doing an amazing job. So, he is definitely right. We just shout out to the hubby. Oké. Ik ben benieuwd, als ik nu wil bestellen. Stel, ik ben al naar je page gegaan en ik wil morgen een taart hebben. Wat is het orderproces? Hoe gaat het allemaal te werk? Als je morgen een taart wil bestellen, gaat het misschien een beetje moeilijk. Want ik zeg minimaal 3 dagen van tevoren. Maar als je me appt en zegt van ik heb morgen een cake nodig en ik heb niks om te doen, dan zet ik mijn serie op pauze en dan ga ik die cake voor je maken. Je kan me appen, je kan me via Facebook een berichtje sturen, via Instagram een berichtje sturen en ik reageer the same day. Alright. Nee, Soraya, ik denk dat je heel lekker bezig bent. Het is duidelijk waar we je kunnen vinden, hoe we je kunnen bereiken. Dat eigenlijk de limit does not exist as yet, als er een request binnenkomt. And I think you're doing a pretty amazing job in finding your purpose. Crafting your talent even more and more and hone your ultimate form or being aan het worden ben. So, ik vond het enorm fijn dat je bij mij in de studio was, dat je me vertelt over
The love for the love of pastry. En ik hoop dat ik nog heel veel mooie dingen van je, creaties, waar ze geen dingen noemen, creaties van je mag zien. Ik hoop het ook. Nou, dat was dat het. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Soraya Yard-Wittenberg bij ons in de studio. En zij is de owner en oprichter van For the Love of Pastry. Als jij op zoek bent naar overheerlijke pastry. In het bijzonder taarten, cakes en nog eigenlijk niet alle soort van gebakjes. Maar als je een request hebt, kan ze het ook voor je maken. En is For the Love of Pastry de plek waar jij moet zijn. Ga op Facebook. Daar kan je zien wat ze allemaal aan maakt. Je kan er een berichtje sturen. Je kan er ook een appje sturen. In de DM sliden. Het liefst 3 dagen van tevoren. Maar als je zegt, ik heb het morgen nodig. Dan gaat ze de serie wel voor je stoppen. En dan gaat ze het voor je maken. Dus go support this woman. She's on a journey, on a mission. En het gaat goed. En jij kan helpen om het nog beter te maken. And remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.